Vandaag werd hier in de Tweede Kamer de hele dag gedebatteerd over het stikstofbeleid. En daarbij viel op dat het een heel ander soort debat was dan vele afgelopen stikstofdebatten. Vandaag was het een prettig debat. De ministers hebben het niet één keer echt moeilijk gehad. En eigenlijk waren alle partijen het er in hoofdlijnen over eens dat er een stikstofprobleem is. En voor zover er wat botsende meningen waren, ging dat alleen over de vraag hoe die stikstofuitstoot naar beneden gebracht moet worden. En dan heb je een boer-burgerbeweging die zegt, nou laten we inzetten op innovaties. Je hebt een PVV die zegt, laten we eerst de rondetafelgesprekken afwachten. Maar niet één partij, niet één spreker die heeft echt de vinger op de zere plek gelegd. En die heeft echt die fundamenten onder dat stikstofbeleid in twijfel getrokken. Niet één partij heeft vandaag gezegd wat ik zo graag namens u had willen zeggen. Namelijk dat er helemaal geen stikstofprobleem is. Dat het hele stikstofbeleid is gebaseerd op leugens. Dat het helemaal niet slecht gaat met onze natuur. Dat dat hele stikstofbeleid niet eens bedoeld is om de natuur te beschermen. Maar dat dat bedoeld is om een andere agenda uit te rollen. Om oneigenlijke en schimmige belangen te dienen onder valse voorwenselen. En dat dit unieke FVD-geluid vandaag niet gehoord mocht worden, dat komt natuurlijk omdat een tirannieke meerderheid heeft besloten dat Forum voor Democratie al onze Kamerleden de hele week niet mogen deelnemen aan debatten. En dat is een hele grote schande. Want ieder debat is gebaat bij een zo groot mogelijke hoeveelheid aan verschillende opvattingen, botsende meningen, om samen die waarheid boven tafel te krijgen. Maar dat is precies wat ze niet willen. En dat is natuurlijk ook de daadwerkelijke reden van die schorsing. Ze zeggen dat het gaat over die nevenfuncties. Maar als het daadwerkelijk zou gaan over nevenfuncties, zouden ze ook wel integriteitsonderzoeken verrichten naar al die andere Kamerleden die hun nevenfuncties niet opgeven. Bovendien hebben wij ook gewoon netjes, keurig, volgens de wet onze nevenfuncties en neveninkomsten allemaal opgegeven bij de Belastingdienst. Dat is de wettelijke verplichting. En dan zijn er mensen die denken, nou ja, waarom geef je het dan ook niet even op aan die andere Kamerleden? Maar dat is natuurlijk heel principieel. Dan zouden wij zwichten voor tirannie. En dat mag nooit gebeuren. Dan zouden wij verantwoording moeten afleggen aan andere Kamerleden, door hun hoepeltje moeten springen om hier het woord te mogen voeren. Dan is het einde echt zoek. Dat druist keihard in tegen de grondwet. De Kamerleden horen niet elkaar te controleren, maar moeten de regering controleren en verantwoording afleggen aan de kiezer. En onze kiezers wisten al voor de verkiezingen dat wij maatschappelijk actief zijn, ook buiten de Tweede Kamer. Dat doen wij ook nooit geheimzinnig over. Daar zijn we zelf trots op. Onze kiezers wisten dat wij geen verantwoording afleggen aan andere Kamerleden. En onze kiezers hebben desondanks vol overtuiging op Forum voor Democratie gestemd, omdat zij door ons vertegenwoordigd willen worden. Dat wordt nu onmogelijk gemaakt. Maar wij zullen ons altijd blijven uitspreken. Wij zullen altijd op zoek blijven gaan naar manieren en middelen en kanalen om toch ons geluid te zullen blijven laten horen. Als u ons daarin steunt, en dat doet u natuurlijk, word dan ook lid van Forum voor Democratie. Deel onze berichten, want alleen samen kunnen wij ervoor zorgen dat uiteindelijk de waarheid altijd een weg naar buiten zal vinden.